Waarom valt nieuwjaar op 1 januari? En wat heeft Julius Caesar daarmee te maken? Ik leg het je uit in de werkplaats. Kalenders zijn handig om afspraken mee te maken. Pakjesavond vierde ik dit jaar op zondag de 4e, daarna kwam kerst. En aanstaande zaterdag vier ik met vrienden oud en nieuw. Maar er kunnen belangen aan die data vastzitten. Met een kalender kun je ook bepalen wanneer bijvoorbeeld belangrijke politieke besluiten worden genomen. Wanneer zijn er verkiezingen? Op welke datum gaat er een nieuwe wet in? En is dat voor jou goed of slecht? Wie de kalender maakt, heeft de macht. Iemand die dat goed doorhad is Julius Caesar. De man die we vaak beschouwen als de eerste Romeinse keizer. Wat hij precies met de kalender deed, leg ik straks uit. Laten we eerst even kijken naar wat we met een kalender ook alweer precies meten. Dit is de zon en dit is de aarde. De tijd die het kost voor de aarde om een hele omwenteling om de zon te maken is 365 dagen. Of eigenlijk 365 en ongeveer een kwart dag. En dan is er ook nog de maan. Die draait in ongeveer 29,5 dag rond de aarde. En daar komt ons woord maand vandaan. Al duizenden jaren gebruiken mensen het ritme van zon en maan om van alles in het dagelijks leven te organiseren. Vanwege praktische zaken, zoals de tijd van oogsten. En omdat ze ervan uitgingen dat die hemellichamen iets konden vertellen over hoe de natuur of goden tegen de mensen aankeken. Maar als je de zon en maan gaat combineren, ontstaat er een probleem. Stel, deze papiertjes zijn de losse maanden. En deze lat is de 365 en een kwart dag van een zonnejaar. Met 12 rondjes van de maan kom je op 354 dagen. Dat is 11 dagen minder dan een zonnejaar duurt. Daardoor begint het maanjaar steeds iets eerder dan het zonnejaar. Overal ter wereld zijn daar oplossingen voor bedacht. Maar voor onze kalender is belangrijk wat de Romeinen daarmee deden. En zij hadden, daar in eerste instantie, een niet heel erg systematische oplossing voor. Het Romeinse jaar begon in maart. Dan begon de lente. Maar dat had niet alleen te maken met de natuur of de landbouw. Nee, voor de Romeinen was de lente ook de start van het oorlogsseizoen. En daarom kreeg de eerste maand van het jaar de naam van de god van de oorlog. Mars, ons maart. April, mei en juni zijn mogelijk ook vernoemd naar goden. En daarna gingen de Romeinen tellen. Wat nu juli is, heette eerst de vijfde maand. De volgende maand heette de zesde maand. En ons september betekent in het Latijn de zevende maand. En oktober de achtste. November de negende. En december letterlijk de tiende maand. In de winter volgde januari en februari. En bij de Romeinen zaten die dus aan het einde van het jaar. Bij elkaar waren dat 355 dagen. Ruim 10 dagen korter dan een zonnejaar. Daar hadden de Romeinen wat op bedacht. Een naamloze maand die als kalender en seizoen uit de pas begonnen te lopen, extra in februari kon worden gepropt. De beslissing of die maand wel of niet moest worden ingezet lag bij de hoogste priester van Rome, de Pontifex Maximus. En dat was vaak een politieke beslissing. Want door die extra periode al dan niet in te zetten, kon de Pontifex Maximus bijvoorbeeld een ambtstermijn verlengen of juist verkorten. Of hij kon een verbanning langer of korter laten duren. Door die politieke spelletjes liep de kalender na verloop van tijd zo scheef dat maart pas in de herfst viel. En hier komt Julius Caesar om de hoek kijken. Hij was zelf Pontifex Maximus en ontpopte zich na een burgeroorlog tot alleenheerser van Rome. Door die dubbelfunctie kon hij meer dan wie dan ook voor hem de tijd naar zijn hand zetten. En nu hij eenmaal de macht had veroverd, was het voor hem belangrijk om rust te creëren. In het jaar 46 voor Christus presenteert hij daarom een kalender die elk jaar identiek is en geen ruimte laat voor willekeur of manipulatie. Op basis van Griekse en Egyptische ideeën telt een jaar op deze zogenoemde Juliaanse kalender 365 dagen. Met elke 4 jaar een schrikkeljaar dat 1 dag langer duurt. Maar dan maken de Romeinen een telfout. Wat de knappe koppen namelijk bedoelden met elke 4 jaar was schrikkeljaar, dan het eerste gewone jaar, het tweede gewone jaar, het derde gewone jaar en het vierde jaar is weer een schrikkeljaar. Maar de Romeinen tellen anders. Voor ons gevoel tellen ze dubbel. Voor hen is een schrikkeljaar namelijk zowel het vierde als het eerste jaar. En het eerste gewone jaar is dus hun tweede jaar en het tweede jaar het derde. Dan moet er hier dus weer een schrikkeljaar komen. 1, 2, 3, 4. En daarmee zijn ze steeds een jaar te vroeg. Ruim 50 jaar later werd die fout hersteld
en ontstond ons ritme van elke 4 jaar een schrikkeljaar. Keizer Augustus had ondertussen ook de 5e maand vernoemd naar zijn voorganger en adoptievader, Julius Caesar. Dat werd juli. En de 6e maand kreeg zijn naam, Augustus. Vrijwel ongewijzigd heeft deze Juliaanse kalender het ruim 1,5 millennium, 1500 jaar, volgehouden. Nu even terug naar wat ik in het begin zei. De tijd die het kost voor de aarde om een hele omwenteling om de zon te maken, is 365 dagen. Of eigenlijk 365 en ongeveer een kwart dag. Dus niet precies 365 en een kwart dag. En door die onnauwkeurigheid liep de Juliaanse kalender aan het eind van de middeleeuwen toch 11 dagen achter op het zonnejaar. Daardoor viel Pasen bijvoorbeeld steeds later. En omdat de Juliaanse kalender ondertussen ook de katholieke kalender geworden was, ging de kerk daar wat aan doen. In oktober 1582 paste paus Gregorius XIII de kalender aan. In één keer gingen we van 4 naar 15 oktober. Ieder 4e jaar bleef een schrikkeljaar. Maar als je het jaar kon delen door 100, bleef het een gewoon jaar. Het jaar 1600 was daarom geen schrikkeljaar. Maar als je een jaar kon delen door 400, was het wel een schrikkeljaar. Het jaar 2000 was er dus wel één. En de paus verschoof nieuwjaar eindelijk van het begin van de lente naar 1 januari. Met deze Gregoriaanse kalender lopen we eindelijk echt goed in de pas. Veel negatief nieuws lezen verandert je hersenen, waardoor je steeds angstiger en depressiever kunt worden. Ik ben Margriet, neuropsycholoog, en in de volgende aflevering leg ik je uit wat je daaraan kan doen.